Dames en heren, ik ben er trots op. Trots om u hier te mogen ontvangen in ons vernieuwde huis van de gemeente. Met de komst van de bibliotheek hebben we er een huisgenoot bij gekregen. Naast het Regionaal Historisch Centrum, de Nederlandse Kastelenstichting, het openbaar onderwijs, politie en de gemeente zelf. De BIEB levert veel aanloop en gezelligheid op. En de ingang en de balie zijn vriendelijker en toegankelijker. En onlangs kregen we een verrassingsbezoek van Stuk TV. Wie van u kent Stuk TV? Dat zijn de videovloggers, zou ik maar zeggen, van deze tijd. En zij maakten hier opnames, onverwachts. En het bleek dus, als je die filmpjes terugzag, dat je ook prima met een golfcar hier binnen kunt komen. Ik raad u aan om dat niet te gaan volgen, dat voorbeeld. We hebben daarna het protocol aangepast. Bezoekers blijken zich welkom te voelen en medewerkers ervaren meer openheid. Er is ruimte voor ontmoeting, om de krant te lezen of om rustig te werken. En veel kinderen hebben inmiddels ontdekt dat wij hier hele goede chocolademelk hebben. Dus als u uw kind aan het lezen wil krijgen, stuur ze hier naar het huis van de gemeente. De jaarwisseling is in wijk Koot in de Langbroek overwegend rustig en plezierig verlopen. De politie hoefde nauwelijks in te grijpen. En onze brandweer had weinig uitrukken. Gelukkig wel voor een geslaagde reanimatie. Met hulp van omstanders een heel mooi begin van 2017. En ook vanavond wil ik mijn grote respect uiten voor politie- en ambulancemedewerkers. Net als de vrijwilligers van de brandweer en AED, hartstikke nodig. Ze staan het hele jaar klaar voor onze veiligheid. Dank u wel. Triest overigens dat er 10.000 euro schade is aan verkeersborden, afvalbakken en straatmeubilair. En misschien, voor de mensen die hier al wat langer wonen, is dat relatief lage schade vergeleken met vroeger of met andere gemeenten. Ik vind het zinloos. Handen af van onze spullen. Wederom is de veiligheid verbeterd in het afgelopen jaar. We behoren tot de 10% veiligste gemeente in Nederland. En toch, iedere inbraak, ramkraak of overval is er één te veel. De impact is groot bij degene die het overkomt, onlangs helaas nog meegemaakt. Aandacht voor veiligheid, zowel preventief als repressief, blijft noodzakelijk. En een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Maar inwoners nemen zelf ook initiatief. In Langbroek kennen we een buurtwacht. En in Koot en Wijk zijn via WhatsApp 11 buurtpreventiegroepen opgericht om elkaar bij onraad sneller te informeren. En misschien is dit anders dan het door Jan Terlouw gekoesterde touwtje uit de brievenbus. Maar het is wel een eigentijdse en ook eigenwijkse manier van vertrouwen en betrokkenheid. Helaas hebben velen van ons in 2016 dierbaren verloren. Binnen onze gemeentelijke organisatie was het een pittig jaar. Naast het overlijden van onze medewerkers Theo Wiegers, Felicitas Schouten en José Balk, heeft ook het overlijden van Arie van het Veld, Herman Briene en deze 60-graadsopvolger Zeki Sheu grote indruk gemaakt. Hartverwarmend ook waren de vele steunbetuigingen van raadsleden, collega's en oud-collega's bij deze verdrietige gebeurtenissen. Veel aandacht en steun is er ook voor onze collega, wethouder Jan Burger, die zich vanwege gezondheidsklachten heeft ziek gemeld. Wij wensen hem veel sterkte toe. Jeroen Brouwer is vanuit de SP-fractie voorgedragen als tijdelijke opvolger en onlangs als wethouder geïnstalleerd. Welkom Jeroen, waar sta je? Ah, daar, ik zie een hand ergens in midden mensen. Leuk om te noemen is dat Jan Burger vandaag voor zijn jarenlange inzet als wethouder is genomineerd voor de titel Beste Bestuurder van een Kleine Gemeente in 2016. Een enorm knappe prestatie. U kunt uw stem uitbrengen tot 19 januari. Dames en heren, wijkbeduursteden, je kunt googlen, dat vind je zo goed zitten. Wijkbeduursteden is een economisch gezonde gemeente. De onderlinge samenwerking en verbinding tussen ondernemers groeit. En dat was ook net weer te merken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de ondernemerskring wijkbeduursteden.
Deze verbinding komt samen in wijk en bedrijf. Ruim 100 bedrijven stellen stageplekken beschikbaar. Doe mee aan werk bij de huursteden om werkzoekenden en vacatures te matchen. Of zijn op andere wijze maatschappelijk actief. En er is ook de Wijkse Ondernemersprijs, daarover straks meer. Dat de economie aantrekt, merken we inmiddels ook aan de afname van bedrijfskavels. De laatste kavels van Langshaven zijn verkocht en de eerste van het bouwrijpgemaakte Broekweg Noord is inmiddels net verkocht. Goed voor ondernemers, goed voor de werkgelegenheid. Het leuke van mijn werk, dames en heren, is dat ik ontzettend veel verschillende mensen spreek. Van jong tot oud, van dorps tot stad en van import tot autochtone. Wat ik vaak spontaan van inwoners hoor, er is hier zoveel te doen. Overigens geldt dat wat minder voor de tieners in onze gemeente. Daar hoor ik eerlijk gezegd vaak het woord saai, weinig te beleven. Maar dat was deze zomer anders. Toen hadden wij de Pokémon-hype. Kent u hem nog? En wat bijzonder dat ik opeens al die tieners in onze stad zag lopen. Alsof ze heel erg geïnteresseerd leken in het mooie cultuur-historisch erfgoed van onze stad. Dat zag er veelbelovend uit voor de toekomst. Ik zie u al glimmen hier op de voorste rij. Het is in wijk, koten en lang.